Nee, dit was dom. Verdomme. Dit komt zoveel makkelijker. Hallo daar, dag dames en heren en welkom bij een gloednieuwe video. Ik heb echt iets gedaan. Amai, amai, amai. Mijn zus heeft mij zo'n spray gegeven waarmee je haar zo blond kan maken, maar bij mij werkt het precies niet echt. Het is zo rost. Het lijkt precies op zo The Beatles of zo Ron Weasley. Oh, de pet gaat op. Als je mijn pet afpakt, dan flip ik altijd. In de video van vandaag, jullie kennen waarschijnlijk Ugly Belgian Houses. Ugly Belgian Houses is een pagina, ik weet dat niet. Ugly Belgian Houses is een Instagram pagina van Hannes Koedenis. Ik hoop dat ik zijn naam juist uitspreek. Basically, heel simpel, de lelijkste huizen van België worden verzameld op die pagina. Nu is er iets nieuws. Ugly Belgian website. De lelijkste websites van België. Combel heeft mij gecontacteerd om samen met jullie de lelijkste websites van België te bekijken en er ook wat commentaar op te geven. Ook voor alle duidelijkheid, hè, voor de social media watchers. Dit is een betaalde samenwerking met Combel, hè, zodat je het weet. Hè. Je moet mij dan weer geen 50 mails sturen waarin dat er staat publiciteit. Ugly. Kent je dat zo, dat in die zoekbar zo al de woorden erop komen dat je ervoor hebt opgezocht? Altijd stressen als ik zo PO indruk ze. Haha. Misschien ook niet onbelangrijk, je kunt ook op de website van Ugly Belgian Houses zelf een belachelijk lelijke website nomineren. En dan kan iemand 100 euro bol.com winnen. Die zin klopt niet. Je kunt een bon van 100 euro winnen voor bol.com. 868 Ugly Belgian websites. En amai, dit is echt zo lelijk. Dit is letterlijk elke website ooit tijdens de les geschiedenis, hè? De Koninklijke Belgische Biljartbond. De KBBB.be. Oh. Kent je de foto van uw vader, hè? Van uw 50, 60 jaar oude vader, die zo voor de eerste keer een selfie trekt met zijn gsm? Dit staat letterlijk op de pagina van bestuur, hè? Dit zijn wel echt zonder zever de lelijkste websites, hè? Echt fort, lelijk. My VIP shuttle. Sorry, maar hier krijg ik wel niet echt shuttle-vibes van ze. Dit is eerder zoiets van een stripperservice of zo. Zo 40, 50 jaar oude strippers die in dat busje zo toekomen op zo'n feestje. En echt zo mega marginale strippers. Wat is dat? Dag Jan. Wat is dit? Nog meer Jan. I love it. Videoclips. Hemel op aarde. Wat is dit? Een website voor hooglaars of niet? Ah. Dit is een kostuumzaak voor heren. Prachtig. Oh, amai. Elke landingspagina... Hey, maar zwijg hier alsjeblieft. Elke landingspagina heeft ook zo'n ander liedje. Parren. Parren. Oké. Okay. Gratis epilepsie erbij. Dank u wel. Oost-Vlaamse dartliga. Deze federatie is aangedikt tot 30 ploegen. Big Fish A&B. Arrows of Joy. Kun je voorstellen dat je als team samenkomt en als je denkt van wat is een fucking coole naam om te dartsen, hè? Echt mega cool. Ik weet het. Arrows of Joy. Want elke keer als we een pijltje smijten, zijn we blij. Wat is dit? TomVanDoren.eu, een man die uit een boom komt, die is gebarsten of zo. Yes. Theo Herbot. Freelance blogger. LucBeernaar.be. Ga website binnen. Yes, ik ga binnen bij Luc. Sfeerfoto's. Bekijk ons album. Zijn hier ook echt zo foto's van Luc? Die vrouw die recht zoiets heeft van... Luc, wat zeg je aan het doen? Wij zijn aan het trouwen. Ik zit wel een leuke man uit, dat wel. Ik ben hier een beetje bang van. Wat is dit? Maar wat voor pagina's zijn dit? Maar ik durf hier oprecht niet op klikken, hè. Mijn computer gaat ontploffen, hè. Ook misschien nog belangrijk om te weten, de lelijkste website van België, hè, dus van al de inzendingen wordt er één gekozen, die krijgt van Combel een gratis makeover. Dus als je zoiets hebt van, amai, onze website trekt echt op niets, nomineer jezelf en wie weet, fixt Combel wel een makeover. Als je zo keer kijkt naar Ender zijn website, Ender Scholtens. Kijk, dit is ook wel, sorry Ender, I love you, maar uw website is ook wel een lelijkste vriend. Ga Ender zijn website nomineren. Vlaander, uw website is genomineerd. Als ik de bon win, krijg jij hem niet. Ja, ik heb wel zelf gebruikt. Dat was het voor deze video. Dank wel voor het kijken en ik zie jullie een volgende keer terug. Vaarwel!